Maandag 18 maart, we zijn er weer te OWS Sint-Wilhelmusschool te Powakka. Om verder te beginnen hebben wij een droevig bericht. Een van onze makker, werkers, ondersteuner van IVO 12 is komen te overlijden. En dat praten we over onze Matti, Remy, Dalvoor. Nou, laten wij van hieruit alle familieleden nabestaanden heel veel sterkte toewensen. Remy die is er niet meer, was een harde werker van IVO 12. Heeft ons in de vorm van beheerder ondersteund. Pardon, mijn stem is een beetje weg en is er niet meer. Remy, God bless, krakti, wakaboom, lobby nanga blessing. Om verder te gaan willen wij het team van 1 voor 12 bedanken. En dan praten we over meneer Renvorm en team in Nederland. Die, ik herhaal het nogmaals, we werken nog steeds met de middelen van onze crowdfunding gehouden op 24 februari in Nederland. Door tussenkomst van Renvorm en zijn team. Renvorm, bedankt voor uw ondersteuning. En ook onze werkende team in Rotterdam in de vorm van, in naam van meneer Warung Tuti. Warung Tuti, daar zit een geldbus waar u een ondersteuning kan doen voor de mensen in nood. Warung Tuti, we hopen dat uw geldbus al vol is of half vol is, dat wij het met een vrachtwagen mogen komen halen om het te vervoeren naar Suriname voor de kinderen die het hard nodig hebben. Nogmaals, Warung Tuti, we danken u voor uw ondersteuning en we zijn blij dat u ook vrijwillig toezegging heeft gedaan om 1 voor 12 ook maandelijks te steunen. Lobby langa bless you, meneer Tuti, Warung Tuti. En mensen in Rotterdam, ook bij Wanyang, ter ondersteuning voor 1 voor 12. Ik mag u zeggen, Warung Tuti, daar hebben we heerlijke, goede maaltijden. Belegde broden, warme maaltijden. Ik heb zelf moeten genieten van een lekkere zout daar. Dus eigenlijk nog een echte soort zang in Jijnsernang. Morgen ziet u bijna. Gaat hij in Rotterdam bij Warung Tuti, dan zult u zelf getuige van zijn hoe heerlijk zijn soort is en zijn andere gerechten ook. Verder wil ik ook bedanken Ergaspar, Stichting Kripa, Pocorni Troe Kenneth, Mama Tevrieden Terborg, meneer en mevrouw Tjennetak, R. Maknak, M. Smit, Derveld, Manzo Thuiszorg, heer N. Kalpo, mevrouw T. Laurens Holman, P. Meijer, familie Ganga, Granoes, Kristal. Zo, het zijn een greep van onze ondersteuners die ons maandelijks ook ondersteunen. En ook andere mensen die ons ondersteunen, daar ben ik ook zeer dankbaar op. Ik zeg, blijf die 1 voor 12 ondersteunen. 1 voor 12 wordt op 23 maart 19 jaar. Als u wat in de pot wil doen voor de mensen in nood, zullen we het op prijs stellen. We hebben bij Warung Gezond, dat is op Highway, een geldbus. Daar gaat u wat doneren als u niet naar de stad kan gaan. Bent u in de stad richting Quatta, gaat u naar een rotishop, Chris rotishop, te Quatta. Gaat u wat doneren, zet u een 1000, wat u kunt missen hoor. Dan moet voorzichtig zeggen wat u kunt missen. En op 22 maart gaan we de geldbussen halen met als doel dat ze allemaal vol zijn om de mensen in nood te steunen. Dus met Tjakuno steunt u de mensen in nood en laten wij de kinderen blij maken om ze te laten genieten van een goed gevulde broodbeleg. We kijken ernaar uit en we gaan ons 19-jarig bestaan niet gewoon voorbij laten gaan. Ondanks alle ups en downs waar we mensen hier moeten helpen, waar we mensen daar moeten helpen, willen we toch wat doen voor de mensen in nood. Dus we beginnen op het moment voor hoe je de biggies, maar hoe je de pjeningen voeding, breed die pjes, wat we willen zo'n beetje eruit halen en zo'n beetje laten swingen, een beetje pokoede, dus met checken allemaal. Lobby blessie en godsrijkse zegen. Ik check jullie allemaal. Lobby blessie, dank u.